Het is volgende week, denk ik, een jaar geleden hè, dat het ja, misging. Hoe kijk je, hoe blik je terug? Hoe ik erop terugblik, eerst en vooral met mijn familie. Dat wij ons zeer, zeer bewust zijn van het feit wat gebeurd is. En dat we eens te meer met z'n allen nog meer genieten van het leven. En dat we dit ook nog maar blijven als een spelletje zien. Natuurlijk ga je erin mee, maar je kunt het allemaal al beter relativeren. Het zal ook met de ouderdom hebben. Maar we zijn door het oog van de naald gekropen en ja, we gaan er nu alles aan doen om te blijven genieten. En zo zitten we meteen bij ZVK IJsden versus FT Antwerpen, waar we met coach Bekkers van de thuisploeg toch nog even willen terugblikken. Op net geen jaar geleden waar de coach na een 5-4 nederlaag tegen ditzelfde FT Antwerpen een hartaanval kreeg en mede door het ingrijpen van kinesist Brecht Vissers, die op de spelersbus zat, zo Bekkers zijn leven redde. Op naar de wedstrijd dan, waar geen enkel team uit Eerste Nationale met een goed gevoel naar IJsden reist, wetende dat het een team is dat niet meteen opgeeft en zo geschiedde ook. We spelen amper 4 minuten. Kobe Franke met de 1-0. Er zitten veel slordigheden in het spel en zo is het wachten tot er nog 10 minuten op de klok staan met de schitterende gelijkmaker van Omar Zougaki. Strijdlust is er wel te zien. Op of er net over het randje en dan kunnen de gele kaarten niet uitblijven. Ibi van FT Antwerpen krijgt de eerste gele kaart onder de neus. Het gaat stilaan van kwaad naar erger en ze roepen beide coaches hun spelers even bij elkaar, hopende dat we een betere voetbalwedstrijd te zien krijgen. Het gaat dan bij de thuisploeg al wat beter en soms gaat het heel snel in de omschakeling. Zo snel dat Jasper Buil nummer 2 is die in het gele boekje gaat. De bezoekers staan ondertussen op 5 fouten en je voelt ons dan al komen. El Fakiri met de fout en zo krijgt de thuisploeg een 10 meter die, voor alle duidelijkheid, gemist wordt. De Antwerpen in aanval, waar de scheids van dienst een fout fluit in het voordeel van de Antwerpenaren. En Ibi wegens protest zijn tweede geel krijgt en mag gaan douchen. FT Antwerpen moet dan met 3 verder en daarvan profiteert de thuisploeg optimaal. En komt het op 2-1 via de voet van wie anders, Kobe Franke. We spelen dan nog 3 minuten. Wanneer iedereen zich opmaakt voor een koffiebreak is daar een minuut voor het einde Hamza Zaaf met de 2-2. Meteen de ruststand, al zal het wel gedonderd hebben in de Antwerpse kleedkamer. Het is heel lang geleden dat ik mij nog zo kwaad heb gemaakt. Ik ben zeer razend en furieus in de kleedkamer gegaan. Vooral hoe dat sommige jongens op het veld stonden. Sommige jongens een beetje nonchalant, andere jongens zonder vertrouwen. Schrik om te voetballen. Maar het is lang geleden dat ik mij zo kwaad heb gemaakt, omdat ik weet wat er in deze groep zit, wat ze allemaal kunnen. In de tweede helft hebben we dat met momenten laten zien. Weliswaar weet ik dat we nog beter kunnen en we zullen er ook alles aan doen om dat in de toekomst ook beter te beginnen te doen. Niet alleen in het resultaat, wat vandaag de dag het belangrijkste is, maar ook in het spel. Een donderpreek van Bagar hemzelf, dat kan je niet negeren en dat doen de Rood-Witte ook niet. Binnen de minuut staat het 2-3 via de voet van El Fakiri. Wanneer Hamza Zaaf dan nog de 2-4 binnenknalt, gaan de kopjes omlaag bij de thuisploeg. We zitten ondertussen 6 minuten voor het einde, wanneer Moussaoui hem wel heel lekker op de slof neemt. Goed voor de 2-5. 3 minuten later is er opnieuw Soufiane die de 2-6 op het scorebord zet. De thuisploeg scoort dan ook de 3-6, waarna een zware avond FT Antwerpen de punten mee huiswaarts mag nemen en nu met een 9 op 15 in het klassement staat. Waar het voor IJsden stilaan de weken van de waarheid worden met 3 punten in het algemeen klassement, maar met kortelings misschien wel haalbare tegenstrevers in het verschiet. ZVK IJsden versus FT Antwerpen met een eindscore van 3-6. Hamza Zaaf, ja, een moeilijke verplaatsing altijd hier op IJsden. Ja, klopt. Het is altijd moeilijk. Het is ook een hele lange busreis. Dus de eerste helft hebben we dat ook gevoeld in onze benen. En ik denk, ja, de tweede helft zijn we uit de cabine gekomen. We wisten wat we moesten doen. Denk dat je kan terugblikken, vooral op die eerste helft, dat die goed was? Klopt. De eerste helft was oké. Okay. Heel veel strijd, heel veel inzet, hoge press wat we gevraagd hebben. Dat hebben ze allemaal gedaan. We zijn tot het uiterste gegaan. Jammer dat we dit 2-2 net voor de rust slikken. Dan ga je met 2-1 rusten.
dan kunnen we misschien de tweede helft beter van start gaan. Maar bij ons is het een beetje een gegeven. Tweede helft starten we altijd wat slapper. Dan slik je de 2-3 en iets later de 2-4. En dan weet je dat het heel moeilijk wordt. En dan moet ik mijn ploeg nog bewonderen dat ze ervoor zijn blijven gaan. En we missen toch ook wel een aantal jongens. Doet geen afbreuk aan de jongens die vandaag in de plaats zijn gekomen. Want die hebben het super gedaan. Maar als je Jore Paulus mist, dan is dat een groot gemis. Thibaut Beckers ook, die toch ook al 2 doelpunten en een aantal assists heeft gegeven. Ja, dat voel je wel in de breedte. Maar oké, die jongens hebben zich 200% gegeven. En we weten ook dat we tegen Antwerpen de punten niet moeten pakken. Maar als je iets kunt nemen, moet je het sowieso doen. We hebben het al verzaakt tegen Châtelet hier en tegen Herentals, waar wij ook de punten hadden, of waar we punten hadden kunnen nemen. Ja, en dan komen nu de cruciale wedstrijden aan. Pibot, Malle, Vizé. Ja, en dan een beetje druk op de ketel. Maar dat hoort bij topsport en daar moeten we tegen kunnen.